Jellet en Rolaar, verliezen van de koploper, dat is geen schande. Maar toch had er misschien uiteindelijk nog wel wat meer in gezeten voor jullie. Ja, op basis van billenknijpen, zeg maar. Je maakt 3-2. In de laatste minuut, dan hoop je dat die nog valt. Dat was wel onze uitdaging wat we moesten zoeken. Omdat Vitesse gewoon beter was vandaag dan ons. Het is een goede ploeg, goede spelers. We hebben gewoon heel veel kansen gecreëerd. Alleen als je het lang kan volhouden met 2-1. Ja, dan hoop je dat je in de laatste 5 minuten nog alles of niets kan spelen. En helaas viel toen die goal. Dus dat was een heel vervelend moment. Daarna schiet Anthony natuurlijk die bal fantastisch binnen. En dan hoop je nog dat die 3-3 kan vallen. Maar ik denk dat we vandaag verdiend verloren hebben. Je hield je ploeg nog een aantal keer heel goed op de been, zeker in de tweede helft. Nou, ik vind dat we, als we al onze duels tegen topploegen geanalyseerd de laatste week, want hebben ze nu gehad achter elkaar bijna. Dan zag je wel dat het een ploeg was wat wel voor elkaar liep. We hebben gevochten als leeuwen. En dat was wel positief. Dat hebben we bij Ajax hebben we dat niet echt gedaan. Tegen Twente was het ook anders. Dus ik zag wel dat het wel een ploeg was die in ieder geval graag wou. Alleen helaas hebben we verloren van een goede ploeg. Dit is jullie vijfde nederlaag in 6 wedstrijden, zeg ik zo uit mijn hoofd. En dat op zich zou je dan zeggen, het loopt niet bij NAC. Maar toch zag ik op zich best wel potentie. Qua spel zat niet zo heel slecht in elkaar vandaag. Nou, het gevoel zeg maar, wat de mensen hebben is gebaseerd op wedstrijden tegen topploegen. Het is gewoon heel vervelend dat je FC Groningen in de laatste minuten uit handen geeft. Dat je daar niet 3 punten tegen kan pakken. Maar als je die gewoon wint, dan is er niet zo heel veel aan de hand. En komt er ook wat minder druk op Cambuur te staan. Ja, nu komt er weer wat druk op Cambuur te staan. En dat is het enige wat vervelend is. Want tegen topploegen hoeven wij niet te winnen. Nou is er de afgelopen weken behoorlijk wat gedoe geweest bij NAC. Niet zozeer over het spel, maar wel alles daaromheen met alle financiële problemen. Dat is nou sinds deze week achter de rug, lijkt het. Heeft dat nog invloed gehad op de spelersgroep? Ja, elke week wordt dat weer is dat een vraag. Ik wil het nog wel een keer beantwoorden, maar ik zit hier nu bijna 8 jaar en ik heb het al vaker meegemaakt. Het heeft mij niet bezig gehouden, het heeft de groep niet bezig gehouden. Wij zijn daar uitstekend mee omgegaan en we hebben gewoon ons dingen proberen te doen. Af en toe goede dingen, af en toe minder dingen, maar we hebben niet gekeken naar hoe de club ervoor stond. Volgende week dus een belangrijke wedstrijd tegen Cambuur. Als je die ook verliest, dan moet je naar beneden gaan kijken. Als je die wint, dan kun je naar boven gaan kijken. Het staat nog allemaal heel dicht bij elkaar. Biedt deze wedstrijd in ieder geval wel perspectief, denk ik. Ja, maar ik ben niet iemand die voor een wedstrijd gaat denken, als we die verliezen, dan ziet het er minder goed uit. Ik ga er altijd vanuit dat we winnen, ook tegen welke ploeg we dan ook spelen. Dus ja, die vraag vind ik niet echt heel reëel. Ik ga ervan uit dat wij winnen met veel strijd. En dan hebben we denk ik het eerste half jaar prima gedaan.